Yo guys! Wat is in een no-gamer, want daar ben ik juist mee gestopt. Maar yo guys, van super hype, moet ik zeggen, eigenlijk hè. Want vandaag ga ik jullie laten zien in deze video wat ik wel echt helemaal heb gebouwd. In mijn eentje. Dik in mijn eentje, ja. Er zijn iets, ja, gekke dingen, ja. Hoe zeg ik het ook, treinsporen, ja. En dit is er nog omheen gebouwd. Ja, dat is eigenlijk helemaal... Ik weet niet wat het is, maar ja. Ik heb gewoon iets gebouwd, waardoor je niet kan zien. Dit is helemaal overdekt. Wat ik eigenlijk ook nog overdekt hoor te maken. Natuurlijk. Maar zoals jullie weten, in mijn eerste video. En ik hoop dat jullie dit echt leuk gaan vinden. Zo niet. Zeg dat maar in de comments, ik ben wel wat gewend. Dat zeg ik je wel. Maar ja. Dan gaan we hier nog even toortjes plaatsen. En zoals jullie zien, dit is het Heraklesstadion. Dat kan je wel zien aan het zwart-witte. Ik denk ook dat het de enige club is die zwart-wit is. Als er meer clubs zijn, zeg het maar. Maar ja. Dit is nooit het VIP-vak meer. Die willen graag droog zitten. Gewoon een beetje van die nerds. En als we verder kijken, was het heel mooi. Maar als je het nu van boven wil zien, dat mag dat ook. Dan hebben we... De derde ring is niet helemaal afgemaakt. Dat is zo'n ring. Maar ja, dat is wel hoog eigenlijk. Aan de ene kant. Ik vind het tenminste hoog. Dit is iets lelijker, maar het is er wel. Je kan kijken, anders kan je zien als je ziet. Dus ik nog iets van maken. Dan gaan we nog even een trappetje maken, zo. Maar hij is gewoon. Zo'n gang bijvoorbeeld van de baas van het stadion, ik bijvoorbeeld. Oh nee, we gaan hier niet geen gang maken, nee. Jawel, we gaan hier wel een gang maken. Maar niet zo'n eentje. Even dit. Als je ooit het stadion klimt, als het echt zou bestaan, hè, heb je hier gewoon een dik open vlak, kan je gewoon een dikje tent neerzetten of zo. Neerzetten. Als mensen willen. Ik weet niet hoe jullie deze server kunnen joinen. Dat moet nog eerst even achterkomen, misschien bij de volgende video. Maar dat moet nog even duren. Dus hier maken we even een gangetje voor de baas uiteindelijk van het stadion, de manager, ik weet niet, gewoon slaapplekken, misschien wel voor de spelers, dat je hier kan slapen, zo ja, even een mooi muurtje maken. Zo. Zo. Dat is vast een beetje gebouwd. Dan ga ik nu nog even wat doen. Namelijk een koepel eromheen.
Oké, jongens. Maak er een soort van koepel omheen nog. Oké, dat is al gemaakt. En als je het nog verder wil zien, dan heb ik hier nog iets waar mensen op kunnen zitten. Maar dat is nou een beetje lijp shit. Gaan we nu daarheen, dan komen we nog echt wel bij... Ja, dan komen we nog bij een klein stadion. En de instructie van het dak, uiteindelijk, als het dak een beetje klaar is, is dit zo'n instructie. Zo moet het eruit komen te zien. En dan is hier ergens zo'n knop natuurlijk voor dit. Ja, zo wil ik het hebben. Eén knop en je hebt uiterste ruimte. Zo wil ik het doen, maar eigenlijk dan zo. Dat je daar geen lucht hebt. Ja, zo. Zo. En mijn ding is leeg. Dus stop ik nu eigenlijk de video. Later!